Ik was wel onder de indruk. Ik had hem wel al gehoord op de Europese Raad met de ministers voor Migratie een aantal dagen geleden. Ik moet zeggen dat hij er nu nog even combatief uitziet, maar wel al een beetje vermoeid, wat niet onlogisch is in deze periode. Dus de vraag naar steun, naar solidariteit vanuit de verschillende landen van de Europese Unie is terecht. Maar het is mooi om te zien hoe dat de man strijdvaardig is. Hij verwacht van ons dat we een stevig signaal teruggeven en ik denk dat dat terecht is. Welk signaal gaan wij geven dan? Want hij vroeg wel veel. Hè? Die schepen in jullie havens, is dat belangrijker dan vrede en vrijheid? Die diamanten daar in Antwerpen, is dat belangrijker dan vrede en vrijheid? Doe iets voor ons, help ons. Wat is het antwoord van de regering? Ja, ik denk dat hij gelijk heeft als hij zegt dat wanneer je sancties treft, dat doet je misschien pijn als land. Maar de bommen die in Oekraïne vallen, die doen nog meer pijn. En de mogelijkheid dat meneer Poetin niet stopt in Oekraïne, maar daarna doorgaat van land tot land, is ook reëel. Dus je moet ook wel voldoende sancties durven te treffen. We hebben er een aantal genomen. Sommige moet je natuurlijk op Europees niveau zien te nemen, omdat je anders verzwakt bent. Maar naar visumsancties toe bijvoorbeeld, heb ik heel duidelijk gemaakt dat we daar streng in moeten optreden. Dat we vanuit Europa moeten bekijken wat we meer kunnen doen. Want iedere keer een klein beetje opschuiven met sancties, ja, daarmee geef je niet het signaal aan meneer Poetin dat het ons menens is, dat we naast de Oekraïners staan en dat we hen ook niet zullen loslaten. Ons land gaat wel extra wapens leveren. Dat is het nieuwe dat premier De Croo hier meegedeeld heeft. Hè? Een goede zaak. Ja, absoluut. Een heel belangrijke zaak vanuit Oekraïne natuurlijk. Indien ze de strijd ook wel willen zien te halen, dan heb je voldoende wapens nodig. Dus ik ben heel blij dat we met deze regering ook deze beslissing nemen. Daarnaast ook verder investeren in defensie, wat ook van belang is. Want je moet natuurlijk ervoor zorgen dat structureel je leger ook versterkt geraakt. En je merkt hetzelfde bij de andere Europese landen. Duitsland, dat heeft aangegeven, we gaan naar 2% van ons BBP. Dus daar wordt wel heel wat rond gedaan. En gelukkig maar, ik denk dat dat het juiste signaal is dat de Oekraïners ook verwachten. Terwijl de bel gaat, omdat de vergadering weer opnieuw gaat beginnen. Maar we gaan toch proberen het interview verder te zetten. Ja, u bent natuurlijk bevoegd voor al die Oekraïense vluchtelingen die hier toestromen. 30.000 intussen, heb ik begrepen. Bent u tevreden over wat de gewesten doen? Raken ze allemaal opgevangen? Ja, ik ben enorm tevreden met het werk dat gedaan is door mijn diensten. Ik heb de commissieleden van extreem links tot extreem rechts, die zijn langsgegaan aan het registratiecentrum in Brussel. En die zijn teruggekomen met alleen maar lovende commentaar. En terecht, er zijn cameraploegen gekomen van over heel Europa om te kijken hoe ons registratiecentrum werkt. Was het in het begin pittig en taai? Absoluut. Maar dankzij het enorme werk dat geleverd is geweest, zit je vandaag met een registratiecapaciteit van 3000 personen. Terwijl er dagelijks 1000 personen geregistreerd worden, omdat dat het aantal is dat zich aandient. Maar dus het werkt heel goed. Nu is het een kwestie van daarnaast nog mensen structureel te huisvesten, te integreren, aan het werk te helpen, psychosociale begeleiding te geven. En dat zal minstens even pittig zijn. Vorige week las ik dat 2/3 van de vluchtelingen in Brussel of Wallonië zich gaan vestigen en slechts 1/3 in Vlaanderen. Is dat nog steeds zo? Nee, op dat vlak, de verdeling die is op voorhand gemaakt. 60% in Vlaanderen, 40% Brussel en Wallonië op basis van de verdeling die er is van het land natuurlijk wel. Maar de vluchtelingen kunnen natuurlijk zelf kiezen waar ze gaan wonen. En ja, vorige week was het toch zo dat de meesten naar Brussel en Wallonië gaan. Is dat nog altijd zo? Ja, die cijfers zijn niet volledig juist. Ik denk dat die meegedeeld zijn geweest vanuit de Vlaamse regering. Wat de bedoeling is, is dat er vanuit Vlaanderen, Brussel en Wallonië voldoende plaatsen worden gecreëerd. Dus het is goed dat wij federaal een aantal plaatsen hebben om mensen 's nachts op te vangen die niet direct gedispatcht kunnen worden. Het is goed dat er mensen zijn die zeggen, wij zijn gastvrij, we willen niemand opvangen. Maar structureel is dat niet. En huisvesting is een bevoegdheid van Vlaanderen, Brussel en Wallonië. En dus daar is er echt een noodzaak om op heel korte termijn plaatsen te creëren. Want ik hoor dat er sommigen zijn die soms kritisch zijn over de gastvrijheid van de burger. Maar zonder de gastvrijheid van de burger was men niet in staat om vandaag meer dan 6000 mensen die geen opvangplaats hadden, op te vangen. En dus noodtorpen die er komen en de communicatie daar rond is heel goed. Ik hoop vooral dat ze er nu snel komen. Ik wou u toch nog iets voorleggen over uw partij, want het waren toch wat stormachtige dagen voor CD&V met minister Beke, die eerst een suggestie deed over ouderschapsverlof dat misschien best opgenomen wordt wanneer een kind jong is, zodat er minder personeel nodig is in de kinderopvang. En uw voorzitter Joachim Koens, die hem dan eigenlijk terecht wees in een opinie in een krant. Wat vindt u van die twee demarches?
Ja, ik weet niet goed in welke mate het terechtwijzen was. Ik denk eerder een verduidelijking. Maar in ieder geval, ik denk dat vandaag de dag de grote problemen zich vestigen in Oekraïne, in Vlaanderen, in België, waar mensen hun facturen niet kunnen betalen. Mijn grootste bezorgdheid is dat we daarmee bezig zijn. En dus de focus op wat er intern afgesproken wordt onder CD&V, dat is bijzonder ongelukkig geweest. Maar in ieder geval moeten we ons vandaag focussen op waar de mensen mee bezig zijn. En dat is niet hoe dat men communiceert binnen een politieke partij. Nee, maar ik denk dat mensen dat toch ook wel interessant vinden, hoe het gaat met hun partij. Ja. Ja, zeker ook. Heeft Joachim Koens geen fout gemaakt? Het nog, ja, misschien een ongelukkige uitspraak. Ja, daar echt een nog veel ergere zaak van gemaakt. Ja, je kan altijd terugkijken naar hoe de communicatie gebeurd is. En die was niet ideaal. Dat is zeker het geval. Maar opnieuw vandaag, ik denk, behalve mensen in de partij en ook de militanten en de journalisten, dat de meeste mensen vooral bezig zijn met hetgeen er moet gebeuren om de facturen betaalbaar te krijgen, om de oorlog in Oekraïne te stoppen, om een begroting te krijgen die ordentelijk is, om de vluchtelingencrisis aan te pakken. En ik kan zo een eind doorgaan. En in heel dat lijstje zit echt... En dat de kinderopvang goed werkt ook. Hè? En dat de kinderopvang goed werkt, effectief. Het is goed dat daar een debat over bestaat. Laten we het daarover hebben. Maar in dat hele lange lijstje met zaken die er moeten gebeuren in onze samenleving, zit wat mij betreft niet bij de mensen hoe dat CD&V'ers onder elkaar spreken. Dus is het ook belangrijk dat wij binnen de CD&V daar zeker ook zelf geen debat van maken. Behoudt u het vertrouwen in uw voorzitter en in minister Beke? Ja, Joachim is voorzitter en Wouter is minister. We moeten ze vooral hun werk laten doen. In de partij ook wel zien dat we goed met elkaar afspreken en afstemmen. En je moet ervoor zorgen dat in het vervolg er geen journalisten zijn die daar vragen over stellen. En dat is de taak van politici in de eerste plaats om te vermijden dat dat gebeurt. Er is gisteravond topoverleg geweest, hè, bij uw partij, klopt dat? Alle vragen die u heeft over overlegmomenten moet u stellen aan de voorzitter. Ik werk op mijn departement heel hard aan het opvangen van vluchtelingen in de grootste humanitaire crisis die zich voordoet. Ik hoop ook wel de partij ook wel mee naar voren te kunnen duwen met vele militanten die ook het werk doen. En alle andere vragen die zult u aan iemand anders moeten stellen. Oké, erg bedankt daarvoor voor het interview. Sammy Medi.